jullie daar niks mee te maken hebben gehad. Ja. Ben je daar, ja, je bent er blij mee, maar hoe blij op de schaal van 0 tot 10? Ik ben heel erg blij dat er iets wat ik onrechtvaardig vind gehonoreerd wordt door een rechter. Dus dat die mensen op alle punten zijn. Maar maakt het iets uit, die sticker? Denk je dat mensen absoluut daardoor. Nou ja, dat weet ik. Of absoluut. Het is voor mij een soort eergevoel wat is aangetast, wat nu met een stamp op dat boek. Wat vertel even wat er gebeurd is. Ja. Het gebeurde. Ik was bij de presentatie van mijn eigen boek. En toen kwam die uitgeverster naar mij toe. Die zei, wat is dit nou, Michiel? Want dit is een gigantisch jiskevet op een vuistdik boek. 500 bladzijden. Ik zeg, maar dat is niet zo leuk voor jouw boek. Want dat gaat elkaar dus een beetje. En Herman had toevallig ook net een boek uit. En dat was de jiskevet encyclopedie. Ja, de encyclopedie. En, dat is 500 en je wist van niks? En ik wist van niets. En toen dacht ik van, ja, jongens, wat moeten we hier nou toch mee? En je kan ook denken, wat een eer. Ja, dat hadden ze gewild dat dat zo was. Dus dat hadden ze ook wel zo. Het was een hommage, het was een eerbetoon aan jiskevet. En het was uit een goed hart gemaakt. En die mensen waren er 2 jaar mee bezig geweest. Hebben, weet ik veel, eindeloos op die computertjes alles zitten uitvoeren. En ik zit te kijken. En ik, het was een eerbetoon aan ons. Maar waarom viel het zo verkeerd? Sorry? Waarom viel het dan zo verkeerd bij jou? Omdat ik van niets wist. Dus ik kreeg dus, er staat dus in de etalage in een boek van Jiskevet. Waar ik dacht, ja, dat is misschien wel aardig geweest als jullie ons hadden geïnformeerd. Of iets eraan hadden gedaan. Of als je zo'n enorme fan bent en een eerbetoon wil geven aan Jiskevet, is het volgens mij het eerste wat je doet. Vindt u dat leuk dat dat gebeurt of niet? Maar op het laatste moment nogmaals is dat boek verschenen. Het komt dus nu in alle winkels. Of denk je, ja, jongens, jullie gaan met ons cultureel, hoe noem je dat, cultureel erfgoed, met onze, we hebben 15 jaar dat programma gemaakt, dus het is gewoon 15 jaar, elke scène is allemaal gemaakt ook, en verzonnen, en gespeeld, en weet ik veel wat. En daar gaat iemand mee vandoor, dat is niet de harde. Maar kun je ook niet denken van, nou ja, oké, veel plezier ermee. Nou ja, dat zou kunnen, maar dat vind ik me, dat is mijn eer te na. Ik bedoel, ze hebben het Kees van Koot en Wim de Bie ook geflikt. Die hebben ook precies zo'n boek, hè? Exact precies zo. Precies zo'n boek. En ook, die hebben ook geen rechtszaak aangespannen. Nee, maar ik denk dat hun iets hadden van, laat maar zitten in godsnaam, wat jij ook hebt. Ik denk, laat maar zitten in dit, nou ja, goed. Want we hebben het er nou over en er is meer publiciteit over. En ik